Het openbaar vervoer, daar is één melding. Die is tussen Gorinchem en Geldermalsen. Wat wil je zeggen? God voor Gorinchem. Het is echt zo, dat viel mij op toen ik nog een pure radioluisteraar was. Dat er altijd vertragingen stonden op Gorinchem. Ja. Terwijl niemand weet waar het ligt. Even een topografisch vraagje. Waar ligt Gorinchem? Shout het in en win een Wave radiopakket. Er zit alleen nog niks in, maar we zijn er mee bezig. Ik wil dat gaan geven. Wat dan? Jouw knuffelbeer. Wat een kast. Ik moet dat beest inderdaad wel eens een keer kwijt, ja. Dus, shout het in en krijg een knuffelbeer met de handtekening van Dion, Jeroen en Stefan en Rick en Starter Melk. Op zijn kont dan zo. Op zijn kont. Op zijn kont. Misschien zijn kont. Maar goed, even voor de mensen, jongens. Misschien wil je wel naar Gorinchem vanavond. Want daar kan het helemaal losgaan op vrijdagavond. En nou weet je niet dat je met het OV er helemaal niet gaat komen. Omdat wij nu grappen maken over de kont van een teddybeer. Luister naar WFIF Radio. Zo. Stefan en Dion. Nou, we zijn weer bijgekomen van de marathon. En het pil staat alweer klaar voor zometeen. Calvin Harris daarom. Drinking from the bottle komt er aan. Nou, Will.i.am en Britney, bitch. Het is weer weekend. Nee. Nee? Nee. Hoezo is het geen weekend? Ik moet morgenochtend weer werken. Ja, jij moet morgenochtend weer werken. Ja, jij doet inderdaad hier altijd heel vrolijk mee. Maar eigenlijk heb jij gewoon een hard knock life met elke zaterdag werken. Ja, in principe. Maar ik heb daarentegen maandag en dinsdag vrij. Hè, ja. Dus ik ben niet zielig. En dan moet ik weer. Precies. Dus eigenlijk begint jouw weekend pas zaterdagavond. Yes. Dus waarom eigenlijk hoort dit programma voor jou op zaterdagavond? De bijna weekendstarter. De bijna weekendstarter is dit. Ik denk dat het wel tijd is om ons bijna weekend echt officieel van start te gaan. Oh, ik snap wat je bedoelt. Hey. Goed, we gaan deze even splitten en slikken. Ik deed hem een keer in één keer. Ja. Wat aardig van mij, hè? Ja, ik dacht al mijn oren zijn zo... geplezaneerd. Wat? Wat zeg je allemaal? Moet jij nooit als laatst? Nee, Dion moet als laatst. Ah. Want anders kan je niet met de knoppen. Juist. Ja. Ik kan niet met mijn bier hangen, met mijn bierhanden aan mijn knoppen gaan zitten. Hé, hey, chickie, ik wil even met mijn bierhanden aan je knopjes zitten. Dit is de reden waarom je zo vrijgezel en alleen bent. Oké, echo! Wacht even, stop. Oh, ja, wacht nog even. Waarom zet je me altijd neer als een halve autist in dit programma? Nou, omdat je een mooie voorzet geeft. Als je een voorzet geeft, moet je wel inkoppen. Behalve als je in het Nederlands elftal zit, dan wil je het wel, maar dan lukt het wel. Kom je op mijn eigen goal? Ja, kom je op mijn eigen goal. Okay. Nou. De laatste klik? Ja. Hey, ik vond hem tegenvallen. Ja, ik vind jou tegenvallen. Ik doe zo mijn best. Drink to the fucking beat. Calvin Harris drinking from the bottle. Ja. Er zijn dingen, momenten dat je mensen onderschat. En... op een of andere manier bedenk je bij mensen een heleboel kwaliteiten om iemand heen. Dat je denkt van, nou, dat kan die persoon. Maar je denkt ook bij een aantal dingen, dat kan die persoon niet. Nou, in mijn hoofd heb ik altijd het idee gehad dat koken niks voor jou was. Oh. En nou hoorde ik zojuist dat jij vanavond, voor niemand minder, als dank dat hij altijd hiermee naartoe komt en ook vooral ik betaal altijd s'avond eten. Dat je gekookt hebt voor hem, voor Jeroen. Heerlijk. Tuurlijk. Kan ik er een beetje koken? Even een vraag aan Jeroen voordat jij... Het smaakt goed. Wat heeft hij gemaakt dan? Nou, ik heb bij de slager heb ik de kip gesneden, gekruid. Ja, want dat je het kon snijden, dat wisten we wel, maar... Bij de slager gesneden en gekruid en toen mee naar huis genomen. Ja. En daar de shawarma van gebakken. Je hebt shawarma gebakken? Ja, en mijn eigen knoflooksaus gemaakt. En dat is wel lekker. Het smaakt prima. Ja. Nou, dat is toch ook goed. Ik ben echt verbaasd dat je dat bij jou past. Ja, ik kook heel veel. Ik heb je heel veel kwaliteiten, dat ik dat wel gewoon even voor de keurigheid zeg. Weet je wel, heel veel kwaliteiten toegeschreven, maar koken had ik niet achter je gezocht. Echt niet? Nee. Maar ik kook veel. Ja. Echt veel. Ik maak mijn eigen saté, mijn eigen shawarma, pizzabodems maak ik, deeg. En daar ben je ook voor in te huren via het volgende nummer. Volgens mij hebben we iets weg te geven. Ja, we hebben iets weg te geven. Maar luister even. Ten eerste heb ik nooit gezegd dat we die teddybeer gingen weggeven. Daarom heb je een sidekick. En, je wou het wel weggeven. Ten tweede, Jeroen Lanser die komt met een link naar Google Maps op te proppen. Alleen het enige punt is een beetje dat als er één koning is, iemand die het namelijk uit zijn hoofd weet, omdat hij in de buurt woont. Die zegt, Gorinchem ligt vlakbij mijn woonplaats. Dus ik vraag, in welk gehucht woon jij dan? Zegt hij Den Hout, dat is vlakbij Oosterhout. Dus dat Oosterhout die ligt vlakbij Breda. En als je dan zo'n beetje over de snelweg gaat, ben je zo in de file bij Gorinchem. Breda, what the fuck? Ja, ik citeer het ook alleen, maar ik weet ook niet of het waar is. Breda is een stuk verder weg. Ja? Dus ik zit te kijken, ja, Gorinchem ligt tussen
Moet ik het goed zeggen? Ik had net zomaar uitgevonden. Tussen Rotterdam, ja. Tussen Rotterdam en Den Bosch. Oh. En dan echt precies in het midden. Ja, maar hij zegt dat hij in Den Hout woont. Dat is vlakbij Oosterhout. En Oosterhout ligt dan vlakbij Breda. En als je dan een beetje over de snelweg gaat, dan ben je zo in de file bij Gorinchem. Ja, Oosterhout ligt er. Dat zegt René. Nee, dat kan wel. Als hij boven Oosterhout woont. Dus ja, meer richting Raamsdonkerveer. Maar wat maakt het uit? We gaan die kut teddybeer toch niet weggeven. Echt wel. Nee, Jeroen Lanser, je krijgt een teddybeer. Nee, echt met niet. Met geschoren kont. Je krijgt wel een. Ik geef je wel een illegaal kopietje van de film, Ted. Die heb ik hier wel liggen. Oeh. Dat is veel leuker, man, dan mijn teddybeer. Ik slaap er nog, ik fap er tegen en ik doe er alles mee. Je krijgt nog wel een teddybeer, hoor, Jeroen. Ik ga zorgen. Wij regelen de Wave Radio teddybeer. Kook jij maar even een teddybeer, want daar ben je heel erg goed in. Wekamp.nl, teddybeer. Weekend starter. Weekend starter. Stefan en Dion met de hits van Dion's huiswerk. Ja, je bent er de hele tijd ben je hier niet mee geconfronteerd geweest. Sterker nog, jij wist niks te verzinnen. Ja, nee, ik weet niks te verzinnen. Maar sinds ik nu weet dat je een waanzinnig goede kok bent, denk ik dat we daar wel wat mee moeten gaan doen. Nee, wist gewoon dat ik een grote kok had. Eentje van formaat. Kan je niet een keer een Wave Hit Radio diner organiseren? Als jij maar vertelt hoe groot die beer voor jou is. Of wat ook wel een leuke is, stel van een kleuter een teddybeer. En dan geef je die aan Jeroen Lanser die de prijsvraag heeft gewonnen. Mijn broertje is heel gehecht aan mijn teddybeer. Anders, weet je, aangezien ik toch weet dat als ik je echt een intensieve huiswerk meegeef, dat je het toch niet doet. Wat dacht je ervan om een aflevering te schrijven van Superbeer? En dan is Superbeer die beer die daar ligt. En dan mag je dat hier in de studio volgende week gaan demonstreren. Dus bedenk een aflevering over Superbeer. De Wave Hit Radio Beer. Niet met eten? Niks bakken, niks koken, niks maken? Gebakken beer is op zich wel fijn. Die paaseitjes. Weet je wel, als ik in een winkel loop dan en dan liggen er allemaal paaseitjes. En dan I actually wonder why. I said why. Julian Peretta. Wonder why. Weet je wat hier zojuist gebeurt? Dion bedenkt een idee. Ja. En voor je het weet ben je 3 euro kwijt. Hij heeft namelijk een teddybeer besteld van een tientje was het, geloof ik, hè? Ja. En die gaan we dan aan Jeroen Lanser geven. Met handtekeningen. Nee, mag hem volgende week ook komen aan de studio. Oh, dan mag Jeroen Lanser volgende week naar de studio komen om zijn teddybeer op te halen. Ja. Goed idee. Want die heeft hij... Maar het is wel mooi, want ineens zijn we 3 euro kwijt en wat zijn idee was. Ja. Hoe flik je dat toch? Nou, dat is de tactiek van zelf 1 euro meer betalen dan de rest. Ja, en dan is het gevoel gerechtvaardigd of zo. Ah, 3 euro, man. Ja, 3 euro, joh. Dat verdien ik in een uur. Ja, en ik verdien het volgende week terug, want dan mag je gewoon je eigen bier betalen. Hoogkerk, een grote vertraging van 10 minuten. Dan dus nog op de A15 Nijmegen-Gorinchem. Ter hoogte van Knooppunt-Valburg. Naar versnellingsverbindingsweg naar de A50 richting Arnhem in verband met wegwerkzaamheden. Je wordt daar omgeleid. Dat geldt ook de andere kant op de A50 richting Sert-Hoogenbosch. Ik dacht dat jullie dit alleen deden als jullie heel dronken waren net als vorige week. Nee. Het viel me gewoon in de groep. Jeroen zei het vorige week en ik heb zoiets van nou. Het lijkt een beetje op Mario Kart. Het lijkt er heel erg op. Heel erg. We kunnen hier ook een keer een Mario Kart marathon gaan spelen. Met wat? We hebben geen karts, niks niet. Ja, ik heb Mario Kart met van die stuurtjes. Ja, maar dat is een de Wii. Je moet wel oldschool Nintendo 64. Ja, Donkey Kong op Nintendo 64. Dan download ik wel een emulator met illegale ROM. Dan nog het Mario Kart informatie. Toad staat voor. Bij de derde. Ja, een beetje een... Hoe is het? Ja? Oh, god, dan ben ik het vergeten. Het is een te moeilijk woord, dus laat maar zitten, denk ik. Ja, het was heel duur. Dat komt zo cool. Je hebt al lang niet meer op school gezeten, hè, Dion? Dan krijg je het soort termen. Word je dom van? Dan word je dus net. Aan de andere kant, je hebt wel les gekregen van de docenten van het Haarlemmermeer Lyceum, dus dan kan het bijna niet fout met je gaan. Swagger! Swagger boy. Wie heeft woorden nodig als je swagger hebt? Swagger. Stil van die rijke niggas, stil van die rijke. Maar dat is hooggeleid, man. Maar even, gewoon nog even wel. Ik vind het wel leuk dat Jeroen er nu weer eigenlijk elke week bij is. Ik ook. Het scheelt weer fietsen. Toevoegingen. En ik eet lekker. Ik ga voortaan zelf gewoon fietsen. Wat een eikel weer. Kan je ook bier drinken? Ja, precies. Hoe is het om dit programma helemaal nuchter mee te maken? Dat heb ik nog... van 1 biertje word je niet echt dronken. Nee, maar goed. Je bent niet helemaal nuchter meer. Zeg maar, je bent helemaal nuchter op een nulpunt en dan komt er 0,2 promillage bij en dan zit je niet meer op helemaal nul. Ja, maar daar voel je toch niet zoveel. Nee, dat is ook wel zo. Jezus, ga moeilijk doen, man. Beter helemaal nul dan een hele kleine... Lul. Gadverdamme. Sorry.
Jeroen. Ja, lekker man. Cool, hè? Heerlijk. Wat? Moet ik die van mij er ook bij plakken? Kijk, het is een smiley. Wat is dat, kauwgom? Nee, dat is... Oh, ik word gebeld. Neem hem op. Wacht. Spannend. Hallo? Hallo? Ik weet niet wie dit is. Hallo? Hallo? Hallo, met wie? Hallo? De persoon zegt niks en heeft opgehangen. Hallo? Ja, die ga ik even terugbellen. Nou, Ja, dan word ik gebeld. Vraag je erom. Word jij ook gebeld? Nee, ik heb opgehangen. Welk nummer was het? Eindigde het op 5238? Nee, het eindigde op 538. Oh. Nee, echt. Oh shit, Jens Timmermans, jongens, ik ben even terug. Ik weet niet van wie dit was. Nou, ik ga het zo meteen nog even offline proberen, oké? Okay? Nou, deze vroeg Dion aan. Druppeltjes. Daarom draai je hem niet. Ha, einde. Hier is Dennis Groen. Stefan en Dion. Met de hits van Wade. Groot. Ik vind eigenlijk dat Jeroen Lanser die teddybeer te makkelijk wint. Oh, ik niet. Dus ik heb nu, ik probeer Skype-verbinding te maken. En als het goed is, heb ik één van de twee... Hallo? Hallo? Ja, ik heb René heb ik al aan de telefoon. Dag, en Jeroen neemt niet op. Nou, René die wist, die woonde in de buurt van Gorinchem. Ja, maar hij heeft niet gezegd waar het was. Nee, ja, het is zo. Je zit er gewoon, als je op die snelweg gaat, ja? Het is zo. Echt gewoon misschien binnen een half uurtje. Een half uurtje. Ik heb het nog nooit uitgerekend. Nee, je hebt gelijk. Ik heb namelijk de link van heer Lanser bekeken. Ja, ja. In de mail. En hij noemde inderdaad een paar dingen op waarvan ik dacht van nou, daar heeft hij inderdaad gelijk in. Want zo staat er hier. Onder Gorinchem staat Raamsdonkerveer en inderdaad ook Oosterhout. En maar, ja. Maar voor de Jeroen Lanser was wel eerder. Dat weet ik niet. Ik weet het ook niet. Wat is jouw tijd? Daarom lijkt het me ook leuker om die twee tegen elkaar te laten strijden. Oeh. Het enige punt is Jeroen Lanser neemt zijn telefoon op. En ten tweede, René woont wel heel ver weg om even een teddybeer te komen ophalen. Ik ga geen teddybeer ophalen. Oh, nou, dan is het... Dan zijn we er mooi, ja. Jeroen, je hebt gewonnen! Ja, yeah. Hey, dankjewel, René. Slim, hè? Hoi. Goed. Hey, we zaten hier net met een dingetje. Dion die wil namelijk heel graag... Direction horen op de radio. En ik ben daar niet zo'n voorstander van. Maar dan niet die andere, die eerste troep, maar wel Kiss Me. Ja, die heb ik. Maar luister. Ik heb een fragment van 30 seconden, want hoe zit het... wij hebben hier op maandagavond een muziekupdate van Marco. En die lult ons bij over de nieuwe muziek. En die heeft ooit een keer One Direction Kiss You inderdaad erin gehad. Kiss Me. Kiss Me, sorry. En die kiss heb you, ik, nee, dat, kiss you. Dat fragment duurde 35 seconden. Kiss you. Die heb ik, die wil ik draaien. Alleen dan wil ik één ding er tegenover zetten. Namelijk dat we eerst een heel traag liedje moeten uitzitten. Op de voorwaarde dat het beginstuk erin zit. Ik weet niet wat erin zit. Nou ja, het is toch jouw fragment? Dit is mijn fragment, dit is slaapmuziek. Nee, niet dat fragment, ik bedoel, dat is One Direction fragment. Dit is One Direction Marco fragment. Muziekupdate. Oh, dit is Just Give Me A Reason, wacht ik even. Moet je nagaan, die zat in een muziekupdate, hoe vooruitstrevend Marco is. Sorry, was verkeerd, ik heb Polo. Hem niet. Ik heb hem niet. Marco's muziekupdate. Tell me girl if every time we... Nee, dat is niet de goeie. Ik wil alleen het beginstukje. Wil je alleen het beginstukje? Ja, dan kan je zo lekker op huppelen. Nou, als je dan even nu iets, als je nu even iets leuks vertelt, ga ik die verzoeken. Iets leuks? Over mezelf of over wat ik gedaan heb? Over jezelf, over iemand anders, maakt niet uit. Mijn hand steekt naar lever. Goed zo. Komt-ie. Gadver. 3. Nou, doe even je dansje dan. Komt-ie bijna. Oh, I just wanna take you anywhere that you like. Ik heb het nu gedaan, hè? Ja, dat is een leuk stukje. Hoe sociaal van mij. Zie je dat in het begin, dat stukje? Dat is echt leuk. Ja. Dan ga je lekker stuiteren. Ja. Dat is beter dan je Mario Kart muziek. Oh, One Direction in Mario Kart. Anno 2013. Nou, zullen we dat maar niet doen? Oh. Oké. Okay. Nou, komt-ie.
Druppeltjes. Trippeltjes? Druppeltjes. Druppeltjes? De druppeltjes van een bepaalde planeet. Nou, oké. Okay. Dion wilde deze horen. Daarom draaien we hem niet. Hier is TLC. Without your tail across the sun. Did you make it to the Milky Way to see that light fell faded? And that heaven is overrated. Schiet op met je refrein. Want ik kom ongelooflijk slecht uit. Listen, tell me, did you fall for a shooting star? One without a permanent hand scar. And did you miss me while you were looking for yourself out there? Remix! Mashup, jongens, mashup. Kan Jeroen Lans hier geen mashup van maken? Dan krijgt hij zijn teddy weer. Hij krijgt hij sowieso. Hij is al besteld. Is hij besteld, ja? Dus we moeten nu geld gaan betalen. Nee, jij alleen nog. Oh, Jeroen heeft al betaald. Ja. Ja, ik loop altijd wat termijntjes achter, hè. Jeroen, het handje contantje. Handje contantje. En waarom doe jij een wolf? Want dan maak je het heel spannend. Oh, nee, oh my god. Ik ben de geest van Halloween. En ik laat je vreselijke dingen zien. Ik liep niet oh achter. Nee, niet mijn oma. Er komt een mimi uit de kast gevallen. Homo mimi. En krijg ze met z'n allen. Rare beest, we trappen zomaar binnen. Op de trap zitten vieze grote spinnen. Gadverdamme. Witte spoken, gisten in de kelder, ondergedoken. Ik ken dit ook gewoon nog van vroeger, man. Allee. Afgehakte armen, 5 kilo op je rode tarmen. Halloween is mijn favoriete feest. Dan ben ik verkleed in een griezelbeest. Oké, nog eentje. Hoeha! Deze is wel oprecht leuk. Is dit die kangaroe? Nee, dit is... Ja, ik denk die clip wel. Met die kangaroe. Ja. Nee, dat was... Ze hebben zelf een soort nummer gemaakt, dat heette... Nee, dat is van Chips. Het lijkt er wel op. Dit is Toybox. Past dit nou bij een weekendprogramma of beter niet? Okay. Nou ja, het ligt daar nog in. Wie ik ben gevorderd. Dat is de, als je helemaal... Nou, welke wel kan in deze categorie? Ik weet eigenlijk helemaal niet of we die hebben. Ik kan niet meer zo goed typen. Nee, jawel, dit is wel met die. Dit is met die vent die dit jullie doen. Ja, dit is wel de. Nee, jij bedoelt. Jij bedoelt deze. Kadaklop, 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 kadaklop. Cowboy, cowboy. Wil je deze helemaal horen? Nee hoor. One for you. Nee, zeker niet. Nee hoor. Prima. Oh jee. Jij hebt een teddybeer besteld, hè? Ja, een hele mooie teddybeer van €355 voor het WNF. Nee, we gaan niet die van 355. Die is een meter hoog! Jij hebt die van een tientje gekocht. Ja. En nou is het de bedoeling dat Jeroen en ik €3 betalen en dan betaal jij de rest. Ja. Dus ik heb hier, voor u, we gaan het even tellen. Dit is 10. Oh, ik laat even. Dat was 5. 20. Waar ligt dat ding? Oh hier, 20. Je legt 25 neer, maar dat maakt niet uit. 25? Dan heb je 35 gelegd. Oh ja, 25, 30, nee wacht, 30. Moeilijk hè, rekenen. 40, even kijken. Dit is dan 50, 60, 70, 80, als het niet klopt. 90, 20. Boah, wat? Of wacht, 90, 1 euro. Heel goed. 1,20, 1,40. En dan zeg je dat ik niet naar school ben geweest, maar munten tellen, hou maar. 60, 1,80. 2 euro, nee, ja. Heel goed. 2,20. Ja, jongen, bijna. 2,30. Ja. 2,40. Kut, er komt 10 cent kort. 2,90. En dan de rente wacht. Nog. Nee, volgens mij klopt het. Tel het nog eens na. 10. Tel het 10, nog even 20, na. 20, 30, 50, 60, 80. Dat is 1. Klopt niet. 20, 40, 4, 5. Hij nee, klopt niet. Klopt hij niet? Nee. Hoeveel nee. Mis je? 10 cent. Ik mis 3 euro. Even kijken hoor. Mis 3 euro, klaar. Even kijken hoor. Ik weet niet of ik nog 10 cent heb. Oh god. Ja, wel. Hier, ja. Alsjeblieft. Als je niet eens met een beer kan betalen, is het crisistijd. Voor het geen wisselgeld hoor. De crisis slaat in bij Weef. Komt Jeroen Lansen dan volgende week hier in de studio zijn teddybeer ophalen?
Beter van wel. Wat is de leeftijd van dat ding überhaupt, zeg maar? Hij is er morgen. Is hij er morgen al? Hij is er morgen. Jezus Christus. Ja, maar is het wel niet voor 8 uur besteld is morgen in huis? Want dan lukt het namelijk niet. Nee, hij is voor 10:30 besteld. Wow, ja, nee, dat is oké. Dus we bestellen nog een beer. Nee, echt. Dus we geven nog een beer. Ik heb geen klein geld meer, jammer, joh. Oh. Maar het was de weekendstarter van 8-2-2013 volgende week met een beer. Maar Jeroen moet er wel iets voor terug doen, vind ik eigenlijk. Maar hij heeft toch al gewonnen? Hij heeft toch ooit gewonnen? Ja, nee. Hij heeft gewoon hem opgezocht. Hij moet er echt iets voor terug doen. Oh. Maar het wordt zeg maar Jeroens huiswerk. Wat is mijn huis ook alweer? Hij mag in natuur. Jij moet teddybeer regelen. Maar daar hebben wij aan meebetaald. Dus je moet gewoon koken voor.